Stefanus Ligori is vandaag als supervisor op non-actief gesteld door de waarnemend directeur van de scheepvaartmaatschappij Suriname, SMS, Ashok Rambali. Stefanus Ligori is tevens de voorzitter van de Bond Belanghebbenden Binnenland Vaardienst. De reden van de op non-actiefstelling van Ligori is tot op heden niet duidelijk. Hij belegde vanmiddag een spoedpersconferentie om de situatie kenbaar te maken aan de samenleving. Directeur Joyce Rozenhout is 2 dagen geleden ook al geschorst door de Raad van Commissarissen van het bedrijf. Voor Ligori is de situatie vreemd, aangezien hij gisteren nog een goede briefwisseling had met minister Miranda, waarbij er goede afspraken werden gemaakt. Wat Ligori irriteert, is dat hij nog steeds niet weet waarom hij is bedankt. Ik kwam aan op het werk en ik ging naar binnen in mijn ruimte en mijn hoofd die kwam aanlopen, mevrouw Amerkan. Die kwam aanlopen en die zei me dat per heden ik de kamer moest ontruimen en de sleutels moest afstaan. Ik vroeg haar nog waarom. Die gaf me kort te kennen. Het is een opdracht van de waarnemend directeur, de heer Ashok Rambali. Ik zei ja, maar waarom? Veel kon ze niet kwijt. Kennelijk heeft ze dat alleen gehoord. Ik heb gezegd, oké, geen probleem. Ik zal dan contact opnemen met meneer Ashok Rambali. Dat heb ik gedaan. Ik heb 1 keer geprobeerd te bellen. En het is me niet gelukt. Althans, ik kreeg geen kiestoon, want hij was niet daar. Hij is tevens president-commissaris van het bedrijf. De persoon die belast is met de dagelijkse leiding van het bedrijf, nu, meneer Hardayal. Hij was wel daar, ik ben geweest. Ik heb hem gevraagd voor een gesprek. Die had ook geen tijd. Weliswaar heeft hij me ontvangen. En ik heb gezeten, ik heb hem althans de kwestie voorgelegd wat mij medegedeeld werd vanochtend. En ik vroeg hem in hoeverre dat waar is en waarom, voor opheldering. Het enige dat hij me ook te kennen gaf, hij bevestigde alleen maar dat inderdaad het opdracht is van waarnemend directeur, meneer Ashok Rambali. Ligori werd kort voor aanvang van de persconferentie gebeld door de secretaresse van de waarnemend directeur om zich aan te melden voor een spoedvergadering. Hij heeft afgezegd, gezien hij de persconferentie niet zomaar zou willen verzetten. Ik heb reeds contact opgenomen met de raadsman, meneer Glenn van der San. Die heeft mij te kennen gegeven dat wij sowieso de zaak niet zo zullen laten. Nu mag u weten dat ik de belangrijke spullen van me heb weggehaald uit het kantoor. Dus er zijn geen spullen van meneer Ligori meer daar. Ik heb op advies van een raadsman de kamer dus zoals gevraagd ontruimd. En er komt een schrijven, mijn raadsman is daarmee nu bezig, toch, waarin ik duidelijk ga aangeven dat mij morgen niet verweten mag en of moet worden dat ik niet goed presteer of dat althans ik mijn werk niet naar behoren doet. Want het werk dat ik moet doen, moet ik doen vanuit een kantoor met alle faciliteiten. Dus wanneer de persoon Ligori, en het gaat niet alleen om Ligori, want er zijn in totaal 10 veldwerkers. En de ruimte was in feite bestemd voor de veldwerkers, aangezien ik daar hoofd was, dan zat ik daar. Dus nu hebben we een situatie dat geen enkele veldwerker meer dan daar aanwezig moet, of daar aanwezig en daar kan gaan. Stefanus Ligori, voorzitter van de Bond Belanghebbende Binnenland Vaardienst. Hij is vandaag als supervisor bedankt door de waarnemend directeur van de SMS, Ashok Rambali.